Elische en een Russische tegen elkaar. Schlesinger, van wie Willebordse vandaag ook heeft gewonnen, tegen Vera Koval in het wit. Koval staat een Yuko achter. En heeft ook een straf. Nu zegt een van de scheidsrechters op de stoel dat Koval de broek heeft vastgepakt van de Israëlische. Dat mag niet, dan krijgt ze er een straf bij. En dan komt er een Yuko bij voor blauw. De Israëlische leidt dus met twee Yuko's. Uchimata, deze Mate Koval, zilver tijdens het EK in Tbilisi dit jaar, verloor van Zolnier in de finale. Het is voor de judoka's met een die veel naar de benen grijpen, steeds lastiger geworden, aangezien je niet meer aan de broek mag pakken. Daar krijg je een bestraffing voor. En vaak zijn dat de Russische landen die vanuit de hun worstelachtergrond veel proberen te tillen en veel aan de benen grijpen. Nu je de broek niet meer mag pakken, krijgen ze steeds meer straffen daarvoor. Kijk, ze krijgt weer een straf. Drie straffen is Wazari. Israëlische staat een Wazari en een Yuko voor. Als de Russin nog een straf krijgt, is het meteen klaar. Staat nog 42. Oh, ze gaat tillen. Niets. Duwt er net niet ver genoeg door voor een score. Met nog 32 seconden op de klok zal, zal de Russin toch actie moeten ondernemen. Ziet er ook niet actief uit. Nu krijgt de Israëlische een straf. Maar dat levert nog helemaal niets op het bord voor de Russin. Ook Koval verloor de halve finale. Net als Zolnier daar straks is de verliezend halve finalist eigenlijk niet in staat om na dat verlies goed te judoën. Het blijft lastig je daarvoor op te laden. Degene die uit herkansen komt zit in de winning mood. En zelf heb je dan net een halve finale verloren. Je droom misschien had één gespat. En nou, dan is het moeilijk jezelf op te laden. Nu een straf voor de Israëlische weer. Dat levert de Russin een Yuko op. Maar het mag allemaal niet baten. Schlesinger met de vuist omhoog. Zij pakt WK brons. En dat staat goed op je cv. Koval zal het allemaal een worst zijn. Die ging voor goud en die interesseerde het eigenlijk niet. Tenminste, zo leek het. Ze kon zich in ieder geval niet goed genoeg motiveren. Ze heeft er niet echt een mooi gevecht van gemaakt. Schlesinger heeft brons. Hier zie je nog een keer het pakkingsgevecht en de heupworp van de Israëlische. De Russische op haar zij kwam hier mooi ver ingestapt.